En ik sluit helemaal aan net wat gezegd wordt. We kunnen ons allemaal kapot knokken tegen elkaar in allerlei stellingen en karikaturen. Maar je kan elkaar toch wel op een aantal dingen vinden. En dat is duurzaamheid, vind ik. Hè? Dan willen we de wereld nog een beetje normaal houden. En dat hoort energietransitie. En er zijn grote groepen mensen kunnen het niet betalen. Het Rijk zet nu heel erg in op de corporatiewereld. Nou, zijn die in staat om alle woningen te gaan transformeren met die energietransitie. Maar heel veel particulieren, oude bestaande woningen, jij zegt nieuwbouw. Nou, daar wordt toch normaal gesproken wel een heel pakket aan maatregelen genomen die toch wel erg energiezuinig zijn. Hè? Dus normaal gesproken is de nieuwbouw zit het probleem niet. Het energievraagstuk zit met name in de bestaande bouw. Ja, maar de grootste rendementen op klimaat impact is en de impact is het grootst als we in de bestaande bouw gewoon echt kunnen doen. Ja. Want 40% van de CO2-uitstoot komt uit de bebouwde omgeving. Ja, slecht geïsoleerd, allemaal op het gas nog. Nou, als je dat wil gaan vernieuwen, maar dan moet je met de gemeente over energienetten gaan praten. Ga je wel of niet een soort moderne vorm van stadsverwarming? Of ga je allemaal naar warmtepompen? Daar moet je met elkaar over praten. Ik weet niet of dat in Dordrecht inmiddels aan de gang is, maar het lijkt. Ik kom uit privé vandaan. Ik woon in een woonwijk waar ik nu 13 jaar woon. Het zijn allemaal 40 huizen. En iedereen liep te kijken van ja, wat moet je nou doen? En uiteindelijk zijn er twee mensen zijn begonnen om zonnepanelen op het dak neer te leggen. En ineens komt iedereen bij je kijken en ineens gaat er van alles gebeuren. En voor je het weet, echt binnen een jaar, de helft van de straat heeft zonnepanelen. Dus je merkt ook echt dat doordat je er actief mee in de gang gaat zelf, kun je andere mensen ook meekrijgen. Mijn naam is Marcel Schippers en ik ben directeur projectontwikkeling bij Dudok, een ontwikkelaar voor woningen, winkels en kantoren in Dordrecht. Ja, het eerste gedeelte is afgelopen. Wat is er blijven hangen van de discussie? Het was in ieder geval een levende discussie. Ik vond dat Peter het ook heel erg goed inzette. Die was heel duidelijk met zijn stellingen. Het publiek deed het ook hartstikke goed. Wat mij is blijven hangen en wat ik elke keer wil aangeven is dat we het met elkaar moeten doen. We gaan met elkaar discussiëren wat is er nu nodig. Wat Peter ook zegt is van joh, wat nu nodig is heel erg interessant en heel goed om ook te weten. Maar kijk wel verder en zorg ervoor dat er geen vacuümfolie om het plan ligt wat je maakt. Waardoor je kunt aanpassen aan de tijd en het goede product voor die tijd kunt toevoegen. En als je dat consequent maar blijft doen, dan krijg je een hele dynamische stad. En dat is wat mij is blijven hangen. En wat ik heb een oproep. En die oproep is dat we het met elkaar moeten gaan doen. Ik heb nu af en toe het idee dat er sommige mensen zijn die vinden dat ze tegen ons of tegen de plannen die wij maken moeten zijn. Terwijl ik juist probeer om plannen te maken, wij proberen plannen te maken, voor alle Dordtenaren. De sociale huurwoning, sociale koopwoning, vrije sectorwoning, duurdere segmenten, alles. Ik weet dat wij te boek staan als een ontwikkelaar die de duurdere woningen inzet, dat klopt. Maar helemaal niemand weet dat wij voor drie vieren 32 sociale huurwoningen hebben gebouwd, heel recent. En ja, laten we simpel zijn, mijn hartslag ligt denk ik soms wat sneller of harder dan dat wij op dit moment gaan. Maar wat ik ook merk, en dat wil ik straks misschien even ook ter wafel brengen, is dat we de politiek is er voor de 120.000 Dordtenaren. De politiek is er voor de 300.000 Drechtstedenaren. We moeten zeker luisteren naar de twee of drie mensen rondom een plan die daar iets van vinden. Alleen als wij binnenstedelijk willen ontwikkelen op een plek waar wij niet het groen gaan aantasten, maar gaan toevoegen, dan zal dat aan alle tijden in de backyard van Dordtenaren zijn. En als wij echt, wij moeten heel goed luisteren naar al die Dordtenaren. Wij moeten goed met ze in gesprek gaan. En wij moeten ook zeker oplossingen bieden voor de problemen waar ze tegenaan lopen. Maar het kan niet zo zijn dat het hele plan wordt tegengehouden door twee mensen die angst hebben voor iets wat wij gewoon heel graag willen oplossen. Moet de gemeente of het college niet doorpakken met de raad eigenlijk? Maar... Ja, alleen wat je nu al ziet, überhaupt als er een bezwaar komt, wat voor termijnen daaraan vastzitten, voordat je verder kunt komen. Terwijl dat, als ik in Rotterdam ga kijken, kost het nog niet een kwart van de tijd dat we er hier met elkaar over doen. Dus ja, die tijd zou je moeten korter. Is dat niet typisch Dordts? Ja, wij polderen hier altijd, dat klopt. Ja, helemaal met je eens, dat is inderdaad typisch Dordts. We gaan het zien en succes met alle woningen die je gaat bouwen. Dankjewel, jullie ook. Dorrit Kools van Woltema Makelaars. Ja. Vanavond heeft u de eerste sessie meegemaakt over het wonen, 4.000 en 6.000. Wat heeft u ervan meegekregen, de reacties? Wat zegt dat voor u? Ja, we hebben eigenlijk helemaal niet gesproken over de aantallen. Dat is maar heel even aangestipt. En natuurlijk is 10.000 op termijn best veel. We weten dat nu binnenstedelijk gedacht wordt aan oplossingen.
We hebben natuurlijk wel gehad over verschillende woonmilieus, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo goed uit de verf gekomen. De regels van bestemmingsplan. Dus je moet eigenlijk een visie hebben, een ontwerpvisie voor een heel gebied. En dan moet daar invulling aan gegeven worden. En ons idee was om daar veel flexibeler mee om te gaan en niet van tevoren alles al vast te pinnen. Zodat je, als je bijvoorbeeld een keer in een crisis terecht zou komen, dat je dan ook en je aantallen en je producten zou kunnen aanpassen. Ja, dat klinkt als muziek in de oor. Hoe komt het dat de gemeente eigenlijk zo vast erop zit? Ik denk dat zij met name door onderzoeken, en het is al een keer eerder genoemd, 2 jaar geleden is er een groot onderzoeksbureau geweest, RIGO, die heeft een rapport gemaakt in opdracht van de gemeente. Ze heeft in kaart gebracht wat de woningbehoefte is. En mijn persoonlijke mening is dat we vaak achter de muziek aanlopen. Want als we op dit moment behoefte hebben aan 2 kappers, dan kan dat over 2 jaar weer heel anders zijn. En aangezien het best lang duurt voordat een project vanaf de plank de verkoop ingaat, kan die woonbehoefte op dat moment weer anders zijn en gaan we weer voor de verkeerde doelgroep iets realiseren. Ja, u als makelaar zit er eigenlijk middenin. Waar is er op het ogenblik behoefte aan? Nou, je ziet nu heel veel vraag naar binnenstedelijk, omdat je dicht bij de voorzieningen zou willen zitten. Met name dan als je kijkt naar appartementen in de binnenstad, is natuurlijk heel erg leuk. Patio-bungalows, maar ook voor de senior. Maar we vergeten ook een beetje de jonge mensen, de starter. En de starter wil ook al in een beperkt aantal vierkante meters wonen. Dus aan kleinere wooneenheden zou best behoefte bestaan. En dat kan zowel in de koop als in de huur. Nu wordt de mensen hier, ja, 65-plussers en meer, die komt steeds meer op de markt. En moeten we ook niet aan levensloopbestendige woningen denken? Zeker weten. Vandaar ook de patio-bungalows. Sommige mensen zijn nog helemaal niet toe aan een appartement en vinden het fantastisch als ze dan toch naar een patio-bungalow kunnen. Of een andere vorm, maar in ieder geval het gelijkvloerse wonen. En dan met name dat het stukje tuin er nog bij is. Ik zie tegenwoordig ook steeds meer in andere oplossingen dat we naar een eengezinswoning of een 200-in-kap-woning kijken. Waar op de plattegrond gewoon ruimte is voor een slaapkamer en een badkamer beneden. En die, als de behoefte anders zou zijn of die woning zou weer beschikbaar komen, dat je daar dan weer een gezinswoning van kan maken. Zo ben je veel flexibeler, ga je met de producten om. Wat zou u tegen de gemeente willen zeggen? Om daar met name naar te kijken en niet altijd vast te houden aan de kaders die eerst geschapen zijn. Want de consument verandert, de wens van de consument verandert. En ja, ook de bevolking verandert. Dus waar nu de behoefte is dat wij veel ouderen hebben die inderdaad graag naar de binnenstad willen. Maar misschien willen we over 2 jaar wel allemaal lekker wat meer landelijk wonen. Of hebben we wat meer behoefte aan een huis met een tuin. En dan zijn we met de binnenstedelijke oplossingen niet altijd aan het juiste adres. Dank u wel. Graag gedaan. Attenburg, vanavond volle zaal. Ja. Wat is je conclusie van deze avond? Nou ja, een heel enerverend debat. Je merkt dat het erg leeft. Hè. Welke woningen gaan we bouwen in Dordrecht? Wat is in deze stad nodig? En wat ik geleerd heb is dat mensen zeggen, ook vanuit het bedrijfsleven, heel nadrukkelijk van je moet gemengd bouwen. Je moet sociale woningbouw hebben, betaalbare woningen en je moet dure woningen hebben. Wat ik geleerd heb is dat er voor jongeren, dat er heel veel vraag is naar woningen voor jongeren. Dat gewoon makelaars dagelijks telefoontjes krijgen van jongeren die een woning zoeken en dat die er op dit moment gewoon niet zijn. En daar liggen een paar regeltjes onder die de gemeente hanteert. Eén is een parkeernorm, dat er ook bij iedere woning voldoende parkeerplekken moeten zijn. Een ander is dat een woning minimaal 60 vierkante meter moet zijn. Nou, dat soort regeltjes, daar moeten we van af. En we moeten zorgen dat er ook echt ruimte komt voor de jongeren. Ja, en heel belangrijk is denk ik ook als je kijkt naar de actuele situatie. Op dit moment wil het college 600 villa's gaan bouwen in Amstelwijk. Dat is eenzijdig, dat is één type woningen. Nou, dat staat dus echt haaks op wat je nodig hebt om deze stad verder te brengen. Je moet een mix doen, een mengeling van verschillende functies. En waar denk je dan aan wat voor een mix moet het zijn? Gewoon een procent of zo? Sociale huur?
Ja, wat die man, die directeur van Heijmans, dus een echt grote bouwonderneming, wat hij zei is je moet 30% sociaal hebben typerend, 30% betaalbare koop en 30% dure koop. Ja, dat zijn geen heilige percentages en wees flexibel en kijk hoe de markt zich ontwikkelt. Maar ga niet eenzijdig bouwen alleen voor de hoge inkomens. En dat is wel wat er op dit moment in Dordrecht gebeurt. Dus de raad heeft noten te kraken. Ja, absoluut. Heel belangrijk. En hier goed naar te luisteren. Dankjewel. Ja, merci.